avond, hartstikke donker. En mijn Tesla is weer terug na 3 dagen in Limburg te zijn geweest. Voor een hele speciale gelegenheid. Gefeliciteerd. Dankjewel. Hoe was het huwelijk? Superleuk. Je hebt ja gezegd? Ja. Ja? Jij ook? Ja, het was super. En vooral met deze Tesla. Hè? Ook, ja, fantastisch. Laat het zien hier. Even kijken. Oh, wauw, wat is ze mooi. En laten jullie samen eens even... Oh, wat geweldig. Jezus, Mina. Ja, hier. Dus, getrouwd. Ja. En... Ja, leuk feest. Zeker, heel leuk. Het was een heel leuk feest op de boot. En deze auto paste er helemaal bij. Ja? Hoe vonden ze de Tesla? Maar, nou, ja, de eerste keer dat ik de straat in reed, ja, had ik alle bouwvakkers en kinderen om me heen. Mm-hmm. Nou, iedereen, de ogen waren gericht op deze Tesla. Aha. Ja. Het was net een Ferrari, net een Lamborghini, zo'n auto was het eigenlijk. Ja, ja. Een heel fijn om in te hele stille. Hele stille en hele stille. Een heel aparte auto waar iedereen even naar kijkt. En vooral als je de voorklep even open doet, denken mensen van, heeft deze auto geen motor? Uh-huh. En dan vragen ze van, ja, van hoe werkt dit? Ja, dan vertel ik, je kan ongeveer 400-500 kilometer rijden. Waar heb je het nu over? Waar woon jij? Ik woon in Venray. In Venray. In Limburg. Oké, dus dat is een mooi Limburgs huwelijk. Hey, inderdaad. Wat vond je ervan als bruidegom om de auto te rijden? Kon je eraan wennen? Nou, de eerste keer was het echt even wennen. Ja. Want je ziet achter helemaal niks. Je moet de camera's gebruiken. Mm-hmm. En de spiegels, ja, daar heb je niet zo heel veel aan. Je moet ook meer leren rijden. Ja. Maar als je er even mee rijdt op de snelweg, dan komt het helemaal goed. Ja, ja. En de stilte, kun je daar ook aan wennen? Ja, dat went ook wel. Het is een hele stille auto. Ja. Je moet er echt aan wennen, voorzichtig mee zijn. Ja. Maar gelukkig heb je overal sensoren die je toch op weg helpen. Opladen, wat een probleem? Nee, je hebt tegenwoordig overal een oplaadpunt. En het is heel makkelijk. Staat ook letterlijk bij. Sluit eerst aan. Daarna je pasje scannen. Hm. En vervolgens begint hij met opladen. En net andersom. Bij het terughalen scan je eerst je pasje en dan haal je de stekker eruit. Hey, de bruid, heb je er ook in gereden? Nee. Oh. Ik heb er niet in durven te rijden. Waarom durfde je niet? Ik ben meestal gewend om met de koppeling te rijden. En automaat, ja, dan moet je linkervoet op je rechtervoet. Of nee, linkervoet, ja, de linkervoet moet je gewoon niet moet je dan vergeten eigenlijk. En ik dacht, nee, doe het toch maar niet. Durfde je het toch niet zo? Vond je het wel leuk om als bruid in deze auto te rijden? Ja, zeker. Wat vond je er leuk aan? Het was gewoon heel fijn om te zitten. Ik had echt een hele brede jurk. Ja, en, prachtige jurk. Dat zag er mooi uit. Ik was er heel mooi in. Ja. Nou, dankjewel. Heel veel succes met jullie huwelijk. Ja, dankjewel. Hoi.